ben Devin. Ik ben Tim Tigran. We zijn nu op het dak, want we gaan een Q&A opnemen. Je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We starten gelijk met de eerste vraag. En dat is, liever 1 miljoen abonnees of 500.000 euro? Oeh, ik zou voor 500.000 gaan, want dan wordt de kwaliteit van je video's gewoon een stuk dikker ook. Dus, en je hebt ook meer platformen waar je video's kan droppen. Dus dan gaan we gewoon over naar Vimeo, of meer op Instagram. Kan allemaal. 500.000 is veel geld, jongens. Volgende, welke verlaten locatie vonden jullie het engst? Ik vond het fort heel eng, omdat daar ook veel anderen aanwezig waren. Ja, daar heb je op zich wel gelijk in. Zelf, zo, wat hebben we allemaal gehad? Geef eens even wat opties. Miranda, Notteboom. Ja, zelf vond ik alleen in een 485 jaar oud gebouw in Antwerpen vond ik wel eng. Omdat ik alleen was. Ik miste Tim echt enorm op dat moment. Toen realiseerde ik pas hoe sketchy het is om alleen in een verlaten locatie te zijn. Logisch, ja. Zeker. Voor welke voetbalclub uit Nederland zijn jullie als je moet kiezen? Ja, ik ben persoonlijk geen voetbalfan. Ik ook niet, hoor. Helemaal niet zo van voetbal. Veel verstand heb ik er ook niet van. Ik kom in ieder geval uit Rotterdam, dus dan zou ik zeggen Feyenoord. De volgende vraag, even kijken. Dat is een leuke. Het is ook echt super koud, hè. We zitten hier echt met 1 graden op een dak. Wat is jullie favoriete vrieren trick? Mijn B-twist, butterfly twist. Die zien jullie me ook in het intro gooien. Dat is een dubbel B-twist, dus dan 2 rondjes. Maar dat is wel een van mijn favoriete tricks, man. Ja, ik was vroeger echt super fan van dubbels. Ik wou in elke video wel een dubbel hebben. Dus ik denk dat ik die ook het leukst vind om te doen. Of 540. Ja, 540, dat relate ik meer aan jou, man. Ja, ook die dubbels wel. Ja, je hebt gelijk. Wie is de beste freerunner van jullie? Dat is echt heel erg lastig. Nee, is niet lastig. Nee, het is heel makkelijk eigenlijk. Want in freerunning is niemand de beste. En iedereen heeft een andere stijl, dus je kan niet oordelen wie er de beste is. Ja. Je hebt allebei je eigen unieke stijl. We hebben hele andere stijlen, dus we kunnen niet beslissen wie nou eigenlijk beter is. Ja, precies, precies. Apple of Android? Apple, iPhone, Android, iPhone, MacBook, iPad. Nee, het maakt mij echt geen reet uit. Nee, dat maakt me eigenlijk ook niet heel veel uit, maar ik heb wel eigenlijk alles van Apple. Ja, ik heb alles van Android, Windows, dus ik ben een beetje de buitenstaander dan. Hè? Altijd fluisteren of altijd schreeuwen? Ik ben een fluisteraar dan. Dus dan zit je hier nog zo, ja, moet je maar goed luisteren. Of ben gewoon hele dag aan het schreeuwen? Het is niet heel erg slim op een dak, maar oké. Okay. Ja, fluisteren. Luisteren ben ik ook wel voor eigenlijk. Wat vind je zo leuk aan alles verkennen? Oeh. Het is altijd een avontuur. Weet je, elke locatie waar je toe gaat, elke video die jullie zien, is voor ons ook elke keer weer een nieuw avontuur. En vroeger gamede je natuurlijk en dan ging je ook dingen ontdekken en wat dan ook. Dat vond ik heel, heel tof aan spelletjes. En ik denk maar sommige je weet niet mensen wat er gebeurt inderdaad. Dus ja, maar sommige mensen hebben dat nog steeds in een game, maar wij hebben dat in het echt soort van gevonden. Ja, nice. En dat is misschien wel lastig voor sommigen en je moet het ook maar leuk vinden natuurlijk. Hoe lang fotograferen en freerunnen jullie al? Lang. Ik freerun nu 5 jaar en in mijn freerun periode ben ik ook begonnen met fotograferen. Nou, voor mij eigenlijk hetzelfde, maar ik kwam eerst met filmpjes maken, want ik freerun denk ik nu 8 jaar serieus, maar daarvoor was ik wel af en toe al bezig. En het fotograferen is gekomen toen ik naar het Graaf Lyceum ging en ja, toen moest ik kiezen fotografie of video. Toen ben ik fotografie gaan doen en dat vond ik toen eigenlijk veel leuker dan video, omdat ik daar heel veel meer in kwijt kon toch op de een of andere manier, maar dat vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Nice, en nu kunnen we dat gewoon allemaal in één doen, weet je? Precies. Oké, nu komt een beetje een spannende vraag. Een jaar geen freerun of een jaar geen seks? Een kutvraag. Een jaar geen freerun. Je kan nog zoveel andere dingen doen. Naast freerunnen kan je nog zoveel andere dingen doen. Je kan er ook gewoon nog klimmen, trikken. Ik bekijk het zo. Ja, je hebt zeg maar tot je, weet ik het, 16 of 18, ik weet niet hoe oud je was. Heb je al geen seks kunnen hebben, dus dan kan er best wel een jaartje bij, zeg maar. Is ook zo, ja, want freerunning is ook wel ons werk en zo, hè. Wat vinden jullie ouders ervan dat jullie soms gevaarlijke dingen doen? Mijn moeder zegt elke keer als ik bij haar ben geweest, ja, doe je wel een beetje voorzichtig? En ik zeg dan gelijk gewoon nee. Want we doen wel voorzichtig, maar we doen alsnog wel gevaarlijke dingen in iemand anders ogen. Ja. Mijn vader die vindt het wel oké, die vertrouwt me wel ermee eigenlijk. Ja, mijn vader die vindt alles ook wel oké. Mijn moeder die is inderdaad wat sceptischer, maar ik denk ook dat die wat beschermender zijn. Dus die misschien iets meer dat moederinstinct wat je wil beschermen, zeg maar. Ik denk dat het is. Ja. Dus neem het je moeder niet kwalijk. Maar doe wel gewoon lekker je ding.
Wat is jullie droom om te beklimmen? Ik heb niet echt een droom, ik wil gewoon heel veel beklimmen. Heel veel inderdaad, dus ja. Ik vind dat ook echt een moeilijke vraag. Wordt vaak ook door nieuwsitems wordt dat gevraagd, maar ja, het komt gewoon vanzelf. Je vindt gewoon een keer wat. Ja. Wat is de volgende trick die jullie willen leren? Ik heb even niks in gedachten, ik ben nog een beetje in mijn rustperiode voor mijn voet. Want ja, daar heb ik nog steeds last van. Mijn middenvoetsbeentje werd uit de kom geschoten. Het gaat nu al een stuk beter, maar ik heb nog niet echt de focus gelegd op nieuwe tricks of zo, man. Nee. Ik wel. Ik ben pas bezig geweest met een... Als je een rekstok hebt en je slingert naar voren en dan aan de voorkant maak je een vooruitstel. Dus het gaat eigenlijk tegen de natuur een beetje in. Als je trouwens de progressie daarvan wil zien, of van onze tricks, check dan eventjes op Snapchat. Ja. Of op Instagram. Het is Tim Tigran en Devin met een F en een V. Het staat ook hier en hier. Precies. Hoe heb je... Er staat Tim, maar Devin doet net zo goed. Foto's leren editen. Ja, hoe ik dat heb geleerd? Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel veel van Tim geleerd. Maar het is vooral inderdaad door freerunning en daar foto's van maken. Ik heb het echt net als met videobewerking zelf allemaal uitlopen zoeken. YouTube tutorials gekeken en na een tijdje... Dat zijn goeie. Het is gewoon vaak als je iets gezien hebt en je denkt, hé, dat is tof, dat wil ik ook maken. Dan ga je zoeken hoe je dat moet maken. En zo kom je dus achter steeds meer en meer. Ja. Klein beetje heb ik het te danken ook aan mijn opleiding, maar niet heel veel. Ik heb het meeste zelf gedaan. Sorry school. Deze is echt leuk om over na te denken. 100 km per uur rennen of 5 km per uur vliegen? 100 km per uur rennen. 5 km per uur vliegen zeg ik. 5 km per uur. Duurt er geen kono langzaam. Gast, je kan al rennen, vliegen kan je niet. Dan kan je dus naar elk dak om foto's te maken. Je kan naar zieke spot. Ja, 5 km per uur vliegen. Ja, ja man, rennen kan je al. Maar ik was je meer aan 100 km per uur. Je kan ook auto rijden 100 km per uur. Ja. Boom, klaar. 5 km per uur kan vliegen. Ja, ja man. Ja, ja, maar ja. Ik dacht eventjes zo van, hey, als je kono snel kan rennen, ben je zo overal, weet ja, je wel. Ja, dat wel. En wat voor shots kan je maken in de lucht als je aan het vliegen bent? 5 km per uur vliegen, jongens. Geen drone meer nodig. Kut. Nee. Hier pak ik mij. Die van mij was weggegaan. Samsung, hè? Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Via freerunnen. Ja. Freerunnen al een tijdje natuurlijk. En ook naar jams gingen en zo. Een jam is een bijeenkomst van allerlei freerunners die met elkaar gaan trainen. Een soort van meeting. Ja. Daar zijn we gewoon een beetje met elkaar gaan trainen. En toen kwamen mensen ook al zeggen zo van, ja, zijn jullie broers? En dan heb je toch dat je elkaar soort van gaat linken, omdat we een soort van op elkaar linken, weet ook niet waarom. Ja, en dat, geen idee. Ja, we gingen veel met elkaar om altijd. Dus. Waar komen jullie vandaan? Rotterdam. Hellevoetsluis. Ik ben er zelfs geboren. Ik ben gewoon geboren in Hellevoetsluis. Beter 100 vragen of geen 1? Nou, die is niet moeilijk. Beter 100 vragen natuurlijk. Laat ons ook even weten wat jullie van de Q&A vinden. Zeker dit vaker doen? Is dit leuk om eens te doen? Of denken jullie, nou, dit is echt super saai, wat die gasten nou allemaal aan het lullen zijn, dat boeit me helemaal niks. Want ik vind het op zich ook wel leuk zo in de camera te praten in plaats van, of ja, gewoon tussendoor, naast onze adventures en exploring dingen. Maar wat vinden jullie daarvan? Hoeveel likes hebben deze video gekregen? De vorige hadden echt... Ik denk een Q&A wat minder. Laten we zeggen 1000, dan zijn we echt super blij. Wat is de ergste blessure die jullie hebben gehad, waar jullie nu nog steeds last van hebben? Devin, je mag niet je voet zeggen. Dat is het ergste en al die jaren freerunnen is dat een van de ergste dingen. Ja, ook een keer mijn enkel echt goed doorheen gegaan, weet je wel. Nou, nu je dat zegt, ik ben ook een keer heel goed door mijn enkel heen gegaan. Ik heb mijn enkelbanden gescheurd. Hier zien jullie even een foto ervan. Ja, dat was niet zo lekker. Ik heb daar nu bijna 3 jaar later nog steeds last van. Het is ook nog steeds een soort van dik, gaat niet meer weg. Zo gaan die dingen. Hoe ging het bij jullie op school qua prestaties en niveau? Bij mij ging het op zich, middelbare school ging prima, tot ik van de MAVO afkwam en ik moest een vervolgopleiding gaan kiezen. Nou, ik wist echt niet wat ik wou doen. Ik wist het gewoon niet. Struck wat ik ook wel. Dus toen ben ik maar wat gaan kiezen en achteraf bleek dat niks te zijn. Toen ben ik grafisch systeem gaan doen. Vond ik hartstikke leuk, maar mijn motivatie was gewoon helemaal weg. En nu doen we dit en ik denk, ik hoop dat dit goed uit gaat pakken en anders kunnen we altijd nog een opleiding doen. Ja, ik heb dus HAVO gedaan. Ik was niet echt een hele goede HAVO-leerling. Net mijn examens gehaald. En toen had ik dus nog geen opleiding. En toen had ik ook iets stoms gekozen. Dat een halfjaartje gedaan. Dacht van ja, dit is niks. En daar heb ik nog een opleiding gedaan op HBO. Ja, toen merkte ik ook gewoon dat ik na school ging altijd trainen. Omdat ik ergens mijn stress en ei kwijt moest. En dat gebeurde eigenlijk elke dag dat ik gewoon na school gewoon ging trainen. En als mensen dan zeiden van ja, je mag niet trainen, je moet gaan leren, dit en dat. Dan werd ik echt gewoon boos. Ja, weet je, rot op, ik ga naar buiten. En ik ga trainen. Ja, weet je wat, eerst zoveel mensen vinden verschillende dingen leuk. Je kan niet iedereen verplichten om hetzelfde te doen. Nee. Vind ik. Hoe zijn jullie op de naam Seekers gekomen? Ja, ik... Ik weet het wel. Ja, ik kwam ermee aan jou. Ja. Ja, hij kwam met Seekers en toen zaten we nog zo van ja, zullen we even naar gaan kijken, nog niet gelijk vaststellen, weet je wel.
En op een gegeven moment hoor je dat dus best wel vaak. Of dan zeg tegen anderen van ja, wat denken jullie van Seekers? Dat is wel oké. Maar wat we toen hebben gedaan is Seekers ingetikt op YouTube. En daar kwamen echt bijna 1 miljoen resultaten uit. Ja, dus we moesten iets origineels bedenken. Dus toen ging ik geloof ik gewoon checken van hé, beter halen we die E weg. Het was met een S, maar dat was alsnog best vaak. En toen hebben we daar een Z van gemaakt. Ja. En toen kwamen we op Seekers zoals dat, hadden we ingetikt en toen waren er minder dan 50 zoekresultaten. Dus dat was best wel slim, want als je nu Seekers intikt zoals het, als onze naam schrijven, dan vind je alleen ons. Wat vinden jullie tof aan elkaar? Wat ik tof aan Devin vind, is dat hij gewoon heel veel dezelfde interesses hebt en dat we daardoor gewoon alles samen kunnen doen. Ik vind het tof aan Tim, dat ik hem gewoon volop kan vertrouwen, weet je. We zijn echt gewoon goede vrienden en zeker op locaties waar we zijn en dingen die we doen, moet je elkaar gewoon kunnen vertrouwen. Dus precies, ja. Ik ben blij dat ik hem gewoon kan vertrouwen. Weet je? Dat, nou, hoe gaat het? Goed, met jou? Met mij gaat het ook goed. Mooi. En wat is de eerste camera die jullie hadden? 550D van Canon. En van mij 600D van Canon. Nee, is niet waar trouwens. De eerste camera die ik had was een cameraatje op mijn PSP. Heeft een van jullie een broertje of een zusje? Ja, yep. Ik heb 2 jongere zusjes. Ik heb 1 oudere zus. Hoe duur is jullie uitrusting in totaal qua camera's en zo? Te veel. Duur? 10.000 gewoon bij elkaar. Nou, ik heb mijn Canon 7D Mark II, zoek me ook op Google hoe duur die is. Ik heb mijn lenzen daarvoor. Ik heb mijn drone, cameratas. Jouw camera komt erbij. Statieven komen erbij. GoPro's. Precies. Met welke Nederlandse YouTubers zou je een video willen maken? Die we nog niet hebben gehad dan, hè? Want sowieso met Smore, Valtax, Driedubbel. Nederlandse? StukTV. StukTV, ja. Ja. Die maken echt, echt toffe dingen. Maar dat is ook gewoon voor onze leeftijd. Leuk zijn. Pranksters is voor onze leeftijd allemaal ook leuk om te kijken. Ja, tof. De allerlaatste vraag is, wat wou je vroeger worden? We wisten het niet. Nee, maar heel vroeger, toen ik echt klein was, wilde ik dierendokter worden. Als je echt mensen hebt die me van kleins van kennen, dan zeggen ze, jij wilde dierendokter worden en dierenarts. Dierendokter. Ja man. Er is dus nog zo ontzettend veel wat we willen doen en wat we willen bereiken, dus wie weet komt er nog een nieuwe Q&A als jullie dat natuurlijk leuk vinden. Yes, en wij willen van het koude dak af, dus laat snel een like achter. Zorg dat je abonneert als je nog niet geabonneerd bent. Yes, en later.